En alle mensen van Dutch Gamer Nation, welkom bij deze Minecraft Survival. Jullie vragen misschien af, waarom ben je in godsnaam begonnen met dit? Nou, ik zal jullie uitleggen. Ik had natuurlijk de Survival Island serie. En in deze serie liet ik eigenlijk... Ik denk dat ik gelijk hier mijn huis ga bouwen. Wauw. Ja, dat ga ik doen. Oh, vet cool. Oké, waarom heb ik dat gedaan? Ja, ik was met de Minecraft Survival Island was ik bezig. En nou, op een gegeven moment moest ik... Laat ik het even zo zeggen. Ik was met bepaalde dingen bezig. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat. Volgens mij was ik ergens bezig en toen moest ik een uitweg zoeken. En ik denk, weet je, dat doe ik even in Creative. Dus ik ben even in Creative gegaan en ik ben dus de weg naar boven aan het zoeken. En je raadt het al, toen zat ik vast. Ik kon niet meer weg. Ik kon maar bijvoorbeeld... Oh, dat was... Ik had mijn obsidian of mijn nether portal had ik staan. En toen ik de nether portal had geplaatst, weet je wel, dan kon je weer terug. Dan kon je heen. Maar ik kwam dus op een plek uit waar je dus niet verder kon. En een plek naar boven, die was er niet. Dus ik denk, weet je, ik ga even creative en ik ga even zoeken. En op een gegeven moment kon ik mijn nether portal echt gewoon niet meer vinden. En toen had ik zoiets van, weet je, ik maak een nieuwe nether portal. Dus toen heb ik een nieuwe nether portal gemaakt. En ik kwam heel ergens anders uit en ik kon mijn, mijn eiland zeg maar niet meer vinden. Ja, dan heb je nog zoiets van, ja, dan kan je toch kijken in je... kun je kijken wat de coördinaten zijn. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Alleen, die coördinaten... Ik heb geloof ik echt 2-3 video's teruggezocht. Die coördinaten, ik wist dat ik ze toevallig een keer had laten zien in beeld. Dus ik kon het daarop ook het opzoeken. Dus ben ik naar die coördinaten gegaan. En ik kon dus gewoon... even kijken. Zo. Zal ik het zo doen? Ja. Ik heb dus die coördinaten opgezocht. En toen bleek dus gewoon... heel ergens anders uit, ergens anders uit te komen. Dat was balen. Dus toen heb ik eigenlijk zoiets van, weet je, laat maar, ik stop wel met de serie. Ik denk dat ik de serie ook gewoon verwijder. En ga ik gewoon weer iets nieuws doen. Maar goed, wat ik dus met deze serie wil gaan doen, en ik hoop echt dat dit wel lukt, is maandag, dus Minecraft maandag wordt het dan, om dan elke maandag dus Minecraft te gaan uploaden. Tenminste zoveel mogelijk. Ik weet niet hoe lang ik het doe. Ik weet niet hoe lang ik... hoe ver ik ga. Ik kijk wel wat ik ga doen. Het is in ieder geval gewoon survivalen. Totdat ik denk van, weet je... ik ben het zat. Misschien dat jullie nog suggesties hebben wat ik moet gaan bouwen. In ieder geval gewoon weer iets anders. Oké, nou goed. We hebben hier in ieder geval wel weer wat zand. Maar nu heb ik weer geen hout. Dus ik ga eerst even wat hout hakken. Ik moet zeggen, ik heb best wel een lekker plekje gevonden. Holy fuck. Oké, getting wood, woehoe! Yeah, ik heb een achievement gehad. Dus dat is wel fijn. Oké. Zullen we nog een paar bomen doen? Even kijken, is dat een grote boom of is het een kleine boom? Volgens mij is het best wel een groot ding. Ja, ik ga deze ook gewoon hakken. I don't care. Maar goed, dus ik ga waarschijnlijk één keer in de week, dus gewoon op Minecraft maandag ga ik kwartier, 20 minuten, misschien een half uur, hangt er vanaf, ga ik dus survivalen. Eén keer in de week naast mijn standaard serie wat ik hierna ga doen. Kijk, het is natuurlijk de laatste tijd, ik moet zeggen, ik upload niet elke dag. Er zijn wel dingen tussen gekomen waardoor ik niet elke dag kan uploaden. Dus ik probeer het wel goed te doen natuurlijk. Maar ja, er zitten... er zijn wat dingen... Er komen wat dingen tussen steeds wat het gewoon niet mogelijk maakt. Het kan trouwens zijn dat er een klein beetje lek is. Dat kan kloppen omdat ik ondertussen nu een spel via Steam aan het downloaden ben. Die ik al een tijd geleden heb gekocht. En die wil ik ook nog een keer gaan spelen hier. Wat kijk jij nou aan? Wat kijk je me raar aan? Ga eens naartoe kijken zo. Oké. Wat zullen we gaan doen? Zullen wij... Ja, we gaan hier... Gaan wij huis opbouwen.
Dus ga ik even kijken. Zo. Ik weet niet precies hoe groot ik mijn huis ga maken. Maar ik vond het wel cool om het dan op het water te gaan maken. Ik weet niet precies hoe ik de serie ga doen. Misschien dat ik mensen mee laat doen. Misschien zou dat nog wel iets zijn. Dat er een soort van survival met meerdere mensen kunnen gaan spelen. Even kijken. Oh, wacht. Dan kunnen we hier aan vast bouwen. Wauw. Ik heb geen tools. Dus dat gaat lekker. Ho. Is het nou al donker? Jezus. Zo. Zo. Dan gaan we hier nog even wat doen. Oh. Kut. Kut. Kom terug. Kom terug. Verlaat me niet. Maar goed, het is dus ja, redelijk stil geweest op mijn kanaal. En dat was niet echt omdat ik geen zin meer in had. Het was gewoon, zoals ik al zei, beetje privé dingen waar ik ja, er gebeuren wat dingen, zeg maar. En zo had ik dus geen zin en geen tijd om te uploaden. Het is niet dat ik er geen zin meer in had, maar ja. Weet je, soms heb je gewoon dat privé dingen voorgaat op YouTube gebied. Oh, wacht. Ik kan beter nog even één hoger doen. Dus het ligt niet omdat ik er geen zin meer in heb, hoor. Dat is het echt niet. Maar goed, de laatste keer, dat was dus volgens mij Plants vs. Zombies. En ik weet dat ik de afgelopen paar dagen terug of zo, dat ik geloof ik ook nog eenzelfde aflevering heb geüpload. Ik weet niet of ik die laat staan, of dat ik die even ga verwijderen. Zodat ik de hele serie in één keer ga uploaden, wanneer ik die af heb. En er komen beesten. Kut. Rot op. Nou goed. Duurt wel weer even voordat die er is. Oh fuck. Rot op. Ik zei rot op. Dan heb ik weer geen hout. Moet ik weer houtbomen gaan omhakken. Oh, wacht, ik heb hier ook nog saplings. Als ik hier nou gewoon... Ai! Dat was zo uit. Rot op, rot op. Ik zei, rot. Oh! Hé, hey, dan heb ik wel gelijk een schep. Tenminste, als hij hem dropt. Hé, hey, mensen... Ik heb geen eens tijd gehad voor een fucking huis te bouwen. Ik wist niet eens dat het zo snel gebeurde. Zo, nou heb ik jou vastgezet. Drop je iets? Je dropt helemaal niks? Huh. Fijn. Oké, dan drop ik even wat dingen hier. Wat saplings. Wat hout hakken. Ik moet even snel hout hebben voor tools en mijn huis. Zodat ik een huis bouw. Of kan bouwen. Ik heb meer geluld over dingen dan dat ik echt bezig was met mijn huis. En dat was niet slim. Trouwens, wij zijn nu. Als ik het goed zeg. Even kijken hoor. Dit is. Ja, ik neem het natuurlijk op zondag op. Voor de maandag. Afgelopen nacht is natuurlijk de wintertijd ingegaan. Ja, wintertijd ingegaan. En ja, dan hebben we natuurlijk langer kunnen slapen. Dat is heel fijn. En ja, hey, waar komt dat vandaan? Oh, daar. Holy shit. Holy shit. Oké, hier één. Heeft hij serieus een enchante bow? Oh my god. Ik ga hier wel wat ombouwen. Nee, ja, de wintertijd is natuurlijk ingegaan. En ik heb het met jullie eigenlijk ook nog niet eens gehad over Pokémon X en Y.
Nee. Wie van jullie heeft Pokémon X en Y? En hoe ver zijn jullie? Heb je hem gehad bij de release? Laat het hieronder in de reacties achter. Ik zal even mijn ervaring met Pokémon X en Y vertellen. Ik had het spel zaterdag. Ja, in principe had ik het spel zaterdag al. Want ik heb hem via Bob.com gekocht voor iets goedkoper dan dat je hem in de winkel kocht vanwege een kortingscode en nog een cadeaubon, zeg maar. Ja, dus ik had hem in principe zaterdag al binnen, maar ik was dat weekend weg en ik kwam zondagavond kwam ik pas thuis. Dus ik heb in principe vanaf die zondag heb ik hem pas gespeeld. Dus dat is dan 13 oktober, geloof ik, ja. Ik krijg weer bijna een paar pijlen in mijn reet. Holy shit. Hey, dat is geen één. Godverdomme. Wat? Waar ben ik? Nou ben ik verdwaald, toch of niet? Oh, dit is lullig, want nou weet ik niet waar mijn huis is. Kut, waar is mijn huis? What the fuck? Wacht, hoe staat hij? Difficulty. Wacht, peaceful. Even op peaceful. Ik had eigenlijk gelijk op wie is peaceful moeten zetten dat ik mijn huis heb. Helemaal af had. Oké, hoe zag mijn huis of mijn gebied eruit? Kut. Oh fuck, heb ik een serieus naar mijn huis? Kan ik die echt niet meer terugvinden nu? Oh, wel een paar eieren. Oh, neem ik die gelijk mee. Mocht er wat zijn, dan kan ik hopelijk nog wat eieren eruit te krijgen. Wow, wat een soortje kip hier. Tering. Ja, leuk, maar nu heb ik dus helemaal niks meer. Dus mag ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen weer. Ik heb de coördinaten ook helemaal niet opgeschreven. Oh, dat was ook niet zo slim geweest. Nee! Ah. Even kijken. Dit ziet er wel redelijk cool uit. Anders moet ik mijn huis maar even ergens anders gaan maken. Ik bedoel, zoveel heb ik nog niet, dus in principe kan dat wel. Even kijken, wat hebben we hier? Wow. Zijn dat? Pionier. Oh, dat is zeker vanwege die nieuwe update. Oh, vanwege die paarden. Ik ben helemaal nog niet gewend aan de hele paarden-update. Ah, neem het gewoon mee. Dit is Rosebush. Ach, oh ja, we nemen het gewoon mee. Waarom niet? Hey, kijk, hier hebben we nog wat sugarcane. Nemen we dat ook gelijk mee. Ze zullen wat in het water gevallen. Nee, mooi. Heb ik alles? Ja, ik heb ze allemaal. Mooi. Heb je nog wat zaad? Nee, geen zaad. Maar goed. Ja, mijn ervaring met Pokémon X en Y. Ik had hem dus die zondag dus in principe gehad. Ja, laat ik maar gewoon zeggen zondag. Toen heb ik hem dus gespeeld en in principe had ik hem al ergens maandag of ja, nee, zo van zo'n dinsdagochtend, zo had ik hem al af. Volgens mij was ik echt dinsdagmiddag of zo, was ik echt al klaar. Had ik de Lico gedaan en hele shit. Ik heb eigenlijk een beetje non-stop gespeeld, zeg maar. Daar komt het op neer. Ja. Zo, even een beetje zaad verzamelen. Zaad is goed om te overleven. Oké. Waar de fuck kan ik hier gewoon een beetje normaal naar beneden? Oh, hier. Maar goed, ik heb hem dus ja, uitgespeeld. En ik heb al redelijk wat Pokémon's gevangen. En ik ben al aan het trainen. En ik ben aan het breeden. En nou ja, goed. Ik ben al gewoon lekker druk bezig.
En zo had ik eigenlijk in dag 1, ja, eigenlijk na anderhalf dag, 2 dagen had ik eigenlijk alles al zo goed als klaar. Ik ga alvast beginnen aan het huis, want ja, ik heb in principe de hele aflevering nog geen reet gedaan. Het is omdat ik fucking dood ging, omdat er gewoon, ja. Het was dus eigenlijk niet de bedoeling dat ik dat zou doen allemaal, maar oké, het moet allemaal maar weer. Zo, even wat hout meenemen. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek, een beetje stiekem aan het zoeken of ik mijn huis nog kan vinden. Maar dat zal wel niet. Ik vind het stom dat je niet terug kan naar je huis. Kan dat? Slashback, nee, zie je wel. Meestal is slashback wel terug, maar dat is voor mij alleen in servers en online zo. En ik speel natuurlijk niet online, dus dat gaat dan ook niet lukken. Goed. Ja, dus ik heb het in principe uitgespeeld en ik heb wel wat vrienden toegevoegd op friendcodes. Want je hebt dan ook een bepaalde plek. Dan kun je, als je mensen toevoegt, kan je een soort safari zone kan je spelen. En of kan je in safari zone kun je bepaalde Pokémon vangen. Gebaseerd op wat voor type jij bent. Dus in mijn geval ben ik een, voor mij was ik een stroomtype, electric. En ja, er zitten dan drie Pokémon aan verbonden. Ja, er zitten drie Pokémon aan verbonden, zeg maar. Om maar even een beetje simpel uit te leggen. Hier zijn er wel fucking veel bomen. En een lange paal. Holy fuck. Ik zou bijna zeggen, ik maak mijn huis hier. Veel hout. Hé, we hebben hier ook nog een cave. We hebben hier een cave. Nice, ik ga mijn huis hier bouwen. Dat ga ik doen. Ik ga mijn huis hier bouwen. En dan met de deur naar hoe ik nu sta. Dus zeg maar zo. Dus dat ik eerst naar buiten moet en dan terug de cave in. Ja, ga ik doen. Of zal ik het iets verder van de cave doen? Dan kan ik een soort van pad aanleggen van steen of van hout. Ik denk dat het wel veiliger is. Mogen de creepers komen, dan knallen ze niet mijn huis naar de kloten. Of ik hem bovenop die berg doen? Ja, ik had een mooie plek dus nu gevonden. Alleen nou is het natuurlijk verkloot. Dat ik fucking dood ging. Dat een fucking, hoe noem je dat? Fucking skeleton met een boog. En zo nodig naar de kloten moest gaan helpen. Oké. Maar goed, ja, de eerste aflevering is dus nu minder goed verlopen dan ik had gehoopt eigenlijk. Nee, weet je, laat maar. Ik ga wel ergens anders. Dit ziet er ook niet echt heel leuk uit. Een aflevering alleen maar zoeken naar een beetje een leuke plek om een huis op te bouwen. Wauw. Kijk hoor, spruce, die, dat kan weg, dat kan weg, dat kan weg, dat, dat en dat. Alles kan wel even weg. Ah, oké, ook goed. Dat kan ik wel zo bij me houden. Ja. Schapen, schapen, nog meer schapen. Wauw. Alhoewel. Cave aan die kant, bos aan die kant. Een hoop beesten. Water. Is op zich ook wel een leuke plek. Eigenlijk wil ik gewoon even een leuke plek hebben. Hey, koeien. Schapen. Koeien geven ook vlees, toch? Of geven ze alleen leer en, ik weet het niet meer. Ik ben zo'n Minecraft-noob dat ik niet eens meer weet wat ze geven. Ik weet wel dat ze leer geven, maar ik weet niet of ze ook vlees geven. Koeienvlees. Lijkt me wel. Lekker rundvlees. Even kijken, wat hebben we hier? Water en nog een cave. Oké, ik bouw hem hier. Ik ga hem hier bouwen. Ik ga daar niks meer aan veranderen. Ik ga het hier doen. Ik doe het hier. Even al het zaad even weghalen als ik het toch aan het doen ben. Nee, ik bedoel gewoon alleen shit weghalen en hopen dat ik nog wat krijg. En dan moet ik wel even wat bomen verhakken nog. Ik heb niet genoeg.
En anders maak ik even een klein huisje hier. Oké. Okay. We hebben de 6. We hebben de 24. En wij gaan hier een huis bouwen. Zal ik gewoon gelijk een vloer maken? Ja, ik... ja. Oké. Okay. Oké, okay, we hebben die. En we hebben een benchmark. Oké, okay, doe het even zo. Zo, even een shovel. Zodat alles even wat makkelijker gaat. Zo, dan wordt dit mijn huis. En dan doe ik het hier, zodat ik dat stuk hout niet hoef weg te halen. Lazy me. Oké. Okay. Mijn shovel is nu al op de helft. Gaat lekker. Nou, maar goed. Ja, laat in de reacties achter wat jullie van de Pokémon vinden. Dat lijkt me wel verstandig. Of nou ja, verstandig. Lijkt me wel leuk om te weten. En ik zal kijken misschien dat ik mijn friendcode ook in de beschrijving zet. Zodat jullie mij toe kunnen voegen op. Ja, gewoon toe kunnen voegen op friendcode. Lijkt me wel leuk. Oké, okay, ik heb hier dus nu ook. Dan zet ik die hier zo onder. Dat ik eerst de buitenkant doen. Doe ik nog meer? Ja, ik heb nog meer. Mooi. Dan gaan we even een X maken. Gewoon een X. Want... Nou, moet ik wel de goede doen natuurlijk. Oh, slim. Lekker bezig. Zo, kijken van de... Oh, ik kan geen dirt ding maken. What the fuck. Oké, okay, we hebben dat. En we maken nog wat stokjes. Maak een gelijke pickaxe. Ja, als we toch bezig zijn. Maak gelijk een kist. Mochten we nog wat nodig hebben. Dan hebben we dat ook gelijk. Heb ik hem nou serieus op de muur gebouwd? Oh, wacht. Die moet weg. Zo, kijk. Dan bouw ik hem hier tegenaan. En dan bouw ik dat hier tegenaan. Oh, dat gaat natuurlijk niet. Oké, okay, dan zetten we jou even, even kijken hoor, spruce. Ik flikker alles er even in. En dan gaan we even minen, of we minen, ja, even exen. Zodat je hout weghalen. Maar laat me dan even in de reacties achter wat jullie leuk vinden en wat jullie willen doen. Misschien dat ik er ook nog een, ja, ik weet je wat het is? Ik zat er aan te denken, hè, misschien een wifi battle te doen en weet ik wat allemaal, maar... Ik kan mijn DS kan ik niet recorden, zeg maar. Ik kan het wel doen met mijn camera. Maar ten eerste, mijn camera is daar niet zo goed in. En ten tweede, het ziet er ook gewoon niet professioneel uit. Ik zag er trouwens nog wat sugarcane. Oh, dat is wel fijn. Ja, dat lijkt me wel wat. Mocht dat in de toekomst dan wel zo zijn, dan wil ik best kijken of ik dingen kan recorden aan shit. En het wordt donker. Maar we hebben natuurlijk nu even op peaceful staan. Zodat ik dat gezeur niet nog een keer heb. Ho. Ho. Oké. Okay. Doe het even zo. En. Even kijken. Maak ik hier de deur. Dus dan wordt dit zo. Zo. Hop. En. Dit wordt de deur. Ga ik eerst even de vloer beginnen. Nice. Goed. Dit is eigenlijk best wel een hele... Ja, eigenlijk een bullshit aflevering. Ik weet ook niet of jullie het leuk vinden hoor, maar... Om te zien. Ik zie wel trouwens dat ik al bijna 25 minuten bezig ben. Ik denk dat ik er gewoon een aflevering van een half uur van maak. Dan heb je in ieder geval een half uur Minecraft per week. Daar zijn sommigen vast wel blij mee. Dus in ieder geval Minecraft hebben.
zie je vaker die koetjes. Een sugarcane. Een hout. Misschien al het gevaal. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Dat weet ik helemaal niet. Want ik weet niet of jullie het leuk vinden. Ik weet ook. Hé, hier hebben we trouwens nog ijzer. Oh, nice. We hebben gewoon een fucking cave praktisch onder ons huis. Dat is wel fijn. Nog 40 hout erbij. Nog wat 40 hout. Oké, nou kijk, het begin is gedaan. Kijk, hoe gaan we dat doen? Gaan we met één raam werken of met twee ramen? Weet je, daar ga ik helemaal nog niet aan denken. 1, 2. 1, 2. Ja, kijk. 1, 2. 1, 2. Wauw, zonder dat ik het wist heb ik het gewoon 1, 2. 1, 2. En dan 1, 2, 3. Kut. Dat heb ik dan maar net niet symmetrisch gedaan. Nou ja, goed. Maakt het uit. Dan laat ik dit gewoon 3. Ja, dan laat ik dat gewoon 3. Wauw. De eerste nutteloze aflevering van de Minecraft maandag is praktisch gedaan. Oh, zal ik hier trouwens deze gelijk neerzetten? Zo. Ben ik er ook gelijk vanaf. Ik hoef geen bullshit in me. Nog wat appeltjes. Appeltjes voor de dorst. Ook lekker. Alhoewel ik eigenlijk geen fruit eet. Nou, ik eet gewoon echt geen fruit. Het klinkt misschien raar, maar ik eet geen fruit. Het is niet omdat ik het niet lekker vind, maar ik weet niet. Ze zeggen altijd, ja, je moet fruit eten, want dat is gezond en dan word je niet ziek. En ja, weet je. Ik eet eigenlijk nooit fruit en ik word ook haast nooit ziek. Ik denk dat ik net zo vaak ziek word als iemand die tussen aanhalingstekens gezonder leeft dan ik. Want ik, ja, ik eet eigenlijk zo weinig fruit dat... Maar goed, af en toe een appeltje of een banaantje of zoals een kiwi, mandarijn... Ik eet, in principe, ik lus alles, maar ik eet het niet. Omdat ik er gewoon geen zin in heb. Oké, even kijken. Heb ik alles af? Nee. Niet eens. What the fuck? Oh, ik heb er nou gelijk al een stack. Nice. Oké, want wanneer ik dit huis af heb, stop ik ermee. Dan heb ik al bijna een half uur gehad. What the fuck? Gewoon al een fucking half uur. Holy shit. En bam. Ga ik even een deurtje maken. Ik ga trouwens nog even wat zand, alvast even wat zand hakken. Of ja, weghalen. Zo. Zodat ik in ieder geval zodat jullie ook een beetje een idee hebben hoe het eruit gaat zien. Goed idee? Kijk, we hebben hier nog inkt. Ik ga trouwens even een shovel pakken. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb voor die hele onderkant, maar voor het hele huis. Wat ik wel weet is dat mijn fucking schep al naar de kloot is. Ik heb hem net. Oh, nee, die niet. Dan stroopt het water er doorheen. Trouwens, ik kan hier toch nog wat sugarcane farmen. Nou, ik heb toch al bijna 30 stuks. Ik denk dat het al genoeg is voor mijn huis. Ik denk het wel. Zodat jullie een beetje een idee hebben hoe het eruit gaat zien. Ah, ik word nat. Fuck. Oh, over nat gesproken. Het is hier fucking kut weer. Echt, jongen. Het waait. Het valt wel mee dat mijn huis nog staat. Het is echt niet normaal. Maar voor de rest, ja, gaat het wel. Maar ja, goed, die woont in Nederland, hè. Wat verwacht je? Oké. Okay. Dit hebben wij. En hebben we voor de rest nog meer? Wat is het? Spruce. Ja. Oké, okay, daar laat ik het bij. Volgende aflevering gaan wij op zoek. Misschien alvast even naar eten. Misschien naar spullen. Nog meer dingen, denk ik. Ik ga denk ik deze trouwens even indelen.
Ik denk dat we dat volgende keer even gaan doen, inderdaad. Even hekjes plaatsen en dat soort dingen allemaal. Dus bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk en wil je meer Minecraft maandag zien? Ik ga binnen staan. Zo, lekker droog. Warm is wat anders, maar goed. Willen jullie meer Minecraft maandag zien? Laat even een groen duimpje achter. En laat me weten, wat vinden jullie van Pokémon? Houden jullie van fruit? Eet jullie veel fruit? En dat soort dingen allemaal. En wat willen jullie dat ik doe? Laat ik het zo zeggen. Het is niet dat ik het zou gaan produceren dat ik letterlijk doe wat jullie zeggen. Maar ik kan wel een beetje een richting opgaan wat jullie willen zien. Dus ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer. Volgende week trouwens. Volgende week. Het is wekelijks natuurlijk. Goed. Zie ik jullie volgende week. Dus mazzel.